Een groep sociaal-maatschappelijke werkers is vandaag van start gegaan met een mastercertificaatcursus kinderbescherming. Het is de tweede groep studenten die begint aan deze opleiding. Die is ontwikkeld tegen de achtergrond van de uitvoering van het internationale verdrag voor de rechten van het kind. De cursus is onderdeel van een meerjaren overeenkomst tussen de IGSR en het UNICEF, die gericht is op het voorkomen en terugdringen van geweld tegen kinderen. Bij de lancering van morgen zei Shanti Venetiaan, voorzitter van het Adecus-bestuur, dat het bestuur zulke initiatieven toejuicht. De meervoudige rollen die de universiteit heeft komen hierdoor goed tot uiting. Deze opleiding sluit goed aan op de maatschappelijke realiteit, zegt Venetiaan. In feite is er sprake van maatschappelijke dienstverlening in de vorm van onderwijs, in de verzorging van onderwijs. En ik ga ervan uit dat er daarnaast ook onderzoek verricht zal worden, of al is geweest, en dat er mogelijk nog verder onderzoek verricht zal worden. Dit betekent dat de drie kerntaken van de universiteit via dit project alle tot uiting komen. En naast die kerntaken wordt met dit project concreet invulling gegeven aan het bijdragen aan het oplossen van een probleem in onze samenleving. De ontwikkelingsrol van de universiteit komt dan hiermee tot zijn recht. Programmamanager van de UNICEF, Javier Cordoba, benadrukte blij te zijn met deze opleiding, omdat de internationale organisatie de ondersteuning biedt om de rechten van elk kind, waar dan ook, te waarborgen. UNICEF richt zich in dit kader vooral op het faciliteren van de nodige ontwikkelingen. On this occasion, we are partnering with the university that we live in 2021 to ensure that as many social workers as possible in the country are well equipped to protect the rights of children. Social service workers are often the first line of response for children, working closely to identify and manage the risk that they may be exposed to, especially those related to violence, neglect, abuse, discrimination, exploitation, and poverty. De maatschappelijke werkers die deelnemen aan deze opleiding zijn voornamelijk in dienst van de overheid en niet-overheidsorganisaties die actief betrokken zijn bij de bescherming en begeleiding van kinderen en gezinnen die slachtoffer zijn van enige vorm van geweld.